Welkom bij Cheap Advisor, een gierige serie waarin wij als supergierige boys tot het uiterste gaan om jullie van ontzettend gierig advies te voorzien. We gaan geen uitdaging uit de weg en komen met twee gierige adviezen. Wie van ons wint deze battle? Dat bepaalt onze opdrachtgever. Dit is Cheap Advisor. Vandaag is het weer tijd voor een fantastisch advies, maar eerst hebben we onze gast van de week, dat is niemand minder... Een legende hemzelf. Het mannetje van de radio. We zijn hier, jongens. Mag we tikken? Zo ziet het eruit. Dit is hem. De one and only. Jongens, bedankt voor de kans. Jij wilde heel graag doorbreken op YouTube. Ik wil eindelijk, ik word volgende maand 33. Ik denk, dit is de tijd. Oh, kijk. Eén taak. Sanne belt. Hey, we hebben beeld. Kijk eens. Hey Sanne. Hallo Sanne. Hallo jongens. De vraag is dus, ik wil gewoon heel graag op reis weer. Ik kan weer wat kleur gebruiken. En ik zou gewoon heel graag weer een nachtje weg willen, ergens op reis. Eigenlijk heb ik ook maar €50 om wat leuks te gaan doen. En dat vakantiegevoel weer een beetje terug te krijgen. Dus ik hoopte eigenlijk dat jullie me misschien konden helpen. Nou, we gaan iets verzinnen. We komen met een passend advies. Och. Super. Vakantie in eigen stad. Nou, nee, we gaan er wat moois van maken. Yes. Dankjewel. Doeg. Ja. Vakantie voor €50. Wat moeten we allemaal regelen, jongens? Dat €50 vakantie. Laten we even kijken wat we kunnen doen met deze meid. Aan de slag. Fijne vakantie. Tot later. Fijne vakantie inderdaad. Succes, hè? Onze beste lieve Sanne die wil heel graag op vakantie, €50. Dus het wordt een vakantie in eigen land. Staycation is wel helemaal het ding tegenwoordig. Nederland een beetje ontdekt in 2020. Nou, zat ik te denken, je hebt hier natuurlijk wel allerlei hotels. Ja, zeker waar. Dus dat is lekker dichtbij. Ze woont in Amsterdam. Maar wat is nog meer voor jouw vakantiegevoel? Voor mij is het ook wel een cocktailtje, zeg maar. Cocktailtjes, bungee jumpen in gesonisos, wijven neuken. Dan denk ik echt, ja man, ik ben er even op uit. Dan hebben we natuurlijk nog het echte vakantiegevoel. Ja, dat is eigenlijk toch gewoon instappen, je tas vol en ergens in een vliegtuig proberen te komen. Dat is wel wat je wilt. Jij hebt wel vliegtuig in. Ja, dat is vakantie voor mij. Dat is vakantie. Dat heigere gevoel van die incheckbalie. Weten wat we moeten doen. Ja, toch? First things first, laten we beginnen met een kleurtje. Even een kleurtje regelen. Beginnen met de basis. Beginnen met de basis. Hatsé, let's go. Kom. Oké, Nelis, wat gaan we als eerste halen voor onze vakantie? Outfits. Ja, toch? Vakantie-outfits. We zitten allebei totaal niet in de vakantiestemming. Nee, dit is niet Gersonisos, Starbeach, Yorotamar. Nee. We hebben echt van die goede oude Gersonisos kleding nodig. Hier een sprayten. Hij opent om 11 uur. Nou, staan we precies voor de deur als ze open gaan. Nee, het is nog een kwartiertje. Want die van mij loopt 10 minuten voor, anders ben ik overal te laat. Daar is een bazaartje. Hier, ik zie al een lekker kiks zonnebrilletje. Nee, fluister dan. Ja. Dit. Maar dan eigenlijk moet het dan helemaal zo zijn, toch? Ja, maar dit is die nieuwe shit. Dit is 2021. Ja, man, dit is half. €3. Ja, jongen, geen geld. Stop. We mogen niet filmen binnen, maar we helpen jullie terug. Ja, je gelooft het nooit. Maar dit is echt our lucky day. Ja, de pin of zo was kapot, was een storing. Dus krijg hem gratis. Hij zegt, ik kan jullie deze wel gratis meegeven. De bazaar, dankjewel voor het souveniertje. Nou, twee gratis brillen. Ja, dat is lekker bezig. Alleen nog even een shirtje. Dat wilde ik net zeggen. We hebben gewoon... Geen budget. Nu een spraytent nodig. Hé, hey, alle k***. Dit meen je niet. Nee, weet je wat? We bellen niet van tevoren. We gaan er op de bollen voor je naartoe, zegt hij. Dat regelen wij wel, joh. Nee, dat zei jij. Wat? Jij zei, we kunnen beter gaan langs. Ik ben de gast in jouw programma. En gaat hij mij de schuld geven? Ik zat te bellen. Ik zat de hele tijd te bellen. Maar we hebben net eens 46 minuten gedaan over 300 meter. Waar komen we aan? Een dichte zonnebank. Een dichte zonnebank. We willen vliegen. We willen bruin worden. Nee, maar we willen ook vliegen. Ja. Wil ik weg. Je bent klaar met Amsterdam. Hey, maar laten we snel terug naar de auto, anders zijn we weer 12 wiel kwijt voor dat half uurtje dat we hier staan. Inderdaad, ja, let's go. Wegwezen. Hey girls. What's up? Hey dames. Dit is wel een lekker vakantiegevoel, toch? Wij gaan even dit passen. Wij gaan even een outfit scoren, inderdaad. Ja, goeiedag Dennis, ik ben Martijn. Ik heb best wel een aparte vraag. Ik zit samen met een hele goede vriend van mij in de auto. En wij zouden het zo ontzettend vet vinden om vandaag even in een vliegtuig te zitten. Kun je best even een ander nummer bellen? Oh. Goedemiddag. Goedemiddag, met Martijn.
Ik heb een beetje een raar verzoek. Wij zijn op zoek om vandaag nog in een vliegtuig te belanden. En we hebben er heel veel voor over, alleen niet heel veel geld. Ja, ik kan je wel in een vliegtuig laten belanden, maar ik weet niet of je dat wil. Ja, nee, je hebt een slot. Ik kan jou niet in een vliegtuig op de slooprij. Oh, je zit op de slooprij. De slooprij. Je moet gewoon iemand hebben met een vliegtuig. Ja, die gewoon... Moeten we niet even een oproepje doen? Gewoon even een oproepje naar iemand. Ja, is goed. Barend. Ja. Wij zoeken iets vandaag. Nou, wij zoeken... Ik probeer mijn ogen ook een beetje op de weg te houden. Maar wij zoeken een vliegtuig. We hebben een vliegtuig nodig. Ja, dus en ken snel. Iemand? Of heb je zelf een vliegtuig? En heb je tijd om ons vandaag heel even te vliegen? Stuur even een DM'tje. Boom, 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 boom. What up? Dat zijn je boys. Het vakantiegevoelietje toch? Ja man, ik voel me echt helemaal slaap. En een vakantie is natuurlijk geen vakantie zonder een slaapplek. Zeker. Een hotel. En dat wil je natuurlijk in een van de mooiste plekken van Amsterdam doen. Het Woolwich Hotel. We zeggen gewoon eerlijk, wij zijn vakantiegangers. We hebben geen budget, maar we hebben nog wel een slaapplek nodig. Ik vraag het gewoon op de man af. Met Martijn. Hey, goeiedag. Als het goed is, heb jij op ons berichtje gereageerd op Instagram. We zagen dat jullie op zoek waren naar vluchten. Ja, wij willen heel graag vandaag nog in een vliegtuig zitten. Het vakantiegevoel. Het vakantiegevoel. Kijk, eventueel hebben we een aantal empty legs. Empty leg is als wij ergens naartoe moeten om het vliegtuig te herpositioneren. Vanmiddag hebben we nog een vluchtje naar Texel staan, op Rotterdam. Hoppa! Naar het eiland. Dat is lekker, dat moeten we hebben. Ja. Dus een enkeltje is het. Dus het is, je kan niet meer terug. Oké. Het is ook niet voor niks. We kunnen niet voor niks dit soort dingen. Ja, we hebben oprecht eigenlijk geen budget. Nee. Jij ziet ons berichtje. Wij komen nu naar Rotterdam jagen. Dan kijken we elkaar even in de ogen. En dan gaan we kijken of we wat kunnen regelen, ja of nee. Weet je mannen? Hier. Ah, dat vind ik mooi. Als jullie nog 5 tientjes doneren aan Stichting Hoofdvliegers, mogen jullie mee met die MTB. Hoe gaat ons budget, maar ik vind het helemaal mooi. Doen wij. 100%. Je bent een topper, ja dat is het goeie. Fantastisch. Top op vakantie vandaag. Hey, wat lekker man. Ja, je bent een topper. Helemaal goed. Mannen, ik stuur jullie even de gegevens. Zet alles en neem je post voor mij. Hè? Hele goedemiddag. Ja, we hebben een vraag. Nou ja, wij hebben een zeer beperkt budget, maar we zijn wel op zoek naar dat vakantiegevoel in eigen land. En we wilden eens kijken, hey, wat kunnen we een kamer krijgen bij Coolidge? Ja, we hebben wel kamers. Mm-hmm. En die kamers zijn vanaf 235 euro. Ja, wij, als je zeg maar dat bedrag neemt, maar dat een comma tussen de 3 en de 5 zet, dan kan het lukken. Dat gaat niet op. Ik denk dat het wel duidelijk is. Ik denk het ook. Ja, oké. Okay. Ja, geen vakantiegevoel in het poelen. Oké, okay, helaas. Dankjewel. Doeg. Nou jongen. Ja, het is bijna niet te geloven, maar we zijn dus op het vliegveld. Op het vliegveld. Hey, maar ik zie al wel een traumahelikopter. Ja, dat is. Maar jij bent sowieso een beetje zenuwachtig. Ik hou niet van kleine vliegtuigen. Nee? Nee, vind ik helemaal niks. Dat is een hele kleine. Nee, het is een privéjet, toch? Ik heb echt geen idee waar we in terecht komen. Ik moet wel één ding zeggen, hè? Ja. Ook mee door die spanning, ja. Heb ik wel mee de vakantiegevoel. Ik zit er, precies. Het is een beetje alsof je voor die muffige incheckbalie 4A staat. Ja. Al 2,5 uur te wachten met een zonnig broodje kaas in je klauwen. Zo voel ik me nu ook een beetje, ja. Ja, alleen hebben we dan maar één incheckbalie en er staat vandaag geen rij. Laten we heel even gaan checken. Ik nog bijna moeilijk te geloven dat we er zo echt in gaan, maar het gaat gebeuren. Kijk, ja, ik zie hier security. Hier ik zit nu al erg. Nee, gaan we eerst. Waar moeten we heen, ja? Hallo. Hallo. Goedemiddag, we komen voor de vlucht richting Texel. Ja, dit is je piloot. Oh, dit is ons piloot. Jongens, kijk eens. Een beetje rustig aan wat filmen voor de omgeving hier. Dat is toch wat beter. Nou jongen, cheers. Hoppa. Op het echte vakantiegevoel. Oh, wat zijn we uit, hè. Mm. Lekker man, zonnetje op de kanus. Echt top. Maar goed, we hebben nog steeds geen overnachting voor vanavond. Dit zou ons de juiste ingeving moeten geven. Ja. Oh, het valt in één keer in mijn hoofd.
Bij jou ook? Ja, ik heb hem. Ja? Ja. Vertel, denk jij hetzelfde? Ja, ik denk dat we een award nodig hebben. Een award, inderdaad. Wat als wij nou gewoon een beker fixen? Zo goedkoper, weet je wel, 6 euro'tjes ja, of zo. Ja, dat ook, ja. Daar hebben we nog genoeg geld voor. Ja. En dan zetten we erop, beste hotelkamer van 2021. Ja, maar die moeten we dan natuurlijk ook even zien. En dan wordt het de kunst om zo lang mogelijk in die kamer te blijven. Ja, alleen eerlijk, als wij in zo'n outfitje zouden aankomen, dan geloven ze ons niet. Dus we hebben een nieuw outfit nodig. Ja. Dit zijn goede apparaten dit hoor, hé. Hey. Vliegtuigen zijn gewoon hey, één. Dit is hem, maat. Oh, dit is hem. Geregeld, hè? Geregeld. Dit is niet normaal. Super dik. Het is echt next level. Ja, ik kan er nog een beetje, soort van bijna niet geloven. Het is heel snel gegaan. Het is echt van. Het ging echt heel slecht. Heel slecht. Maar heel snel in een fucking privéjet. Ik weet niet hoe we dat hebben gedaan. Ja, het is Instagram, een jongen. Een beetje. Want zij heeft overhoofdstijgen. Ja, ik vind het nu niet meer leuk. Nee, dat weet ik. Daar gaan we, hé, daar gaan we. Here we go, nice and slow. Ja. Nu gaan we starten. Zweethandjes, niks aan. Ongelooflijk wat voor skerenbeker dit is. Hij was net iets minder dan 6 euro, maar dit is wel de grote jongen. Eigenlijk een kleine jongen die ons een hotelkamertje moet opleveren. Nou, het verhaal is dus zometeen dat we van Masters of Luxury zijn. Het bedrijf is bijna failliet, vandaar dat dit het laatste budget nog over was om deze mooie beker mee aan te schaffen. Ja. Welke hotelkamer heeft gewonnen? De Andas Suite. Dat is ook de beste suite die ze hebben, dat toch? Is de beste suite die ze hebben. Nou, wij komen deze beker uitreiken, maar we willen natuurlijk ook even een kijkje nemen in de kamer. Sowieso. Toch? Sowieso. Met een paar fotootjes. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Ja. Dit moet lukken. Ja. Vind je het spannend? Ja, ik vind het reeds spannend. Kijk eens, prachtige entree. Ja, absoluut. Goedemiddag. We hebben een heel mooi bericht voor u. Wat voor een bericht? U bent namelijk met de neus in de prijzen gevallen. Ja. Ik heb uit prijzen gewonnen? Ja, u en uw collega's. Nou echt, wat voor een prijs? Nou, u was genomineerd met een hotel voor de beste hotelkamer voor 2021. Wij zijn van Masters of Luxury. Aangenaam. Nou, wat geweldig. En er is een prijs. Nou echt? En het is zelfs... De nummer 1, beste hotelkamer 2021. Ja! Ja. Dit is niet waar. Ja, dit is zeker weten waar. Waar. Dit is zeker weten waar. Inrichting van Marcel Wanders. En onze kamer, nu, de beste kamer, is een gast in de kamer. Wanneer is die beschikbaar? Is het later op de dag misschien? Of nou ja, of een andere dag in de week. Zou ook kunnen. Maar, via Makken, ik keep jouw telefoon van onze marketing manager. Ja. Ik denk dat is heel gelukkig. Ik denk dat namens Maxuries of Luxury Sanne komt. Sanne. Ik denk dat, want zij werkt Sanne, natuurlijk vrijdag. Sanne is hier. Oh, Sanne is hier. Ik bedoel onze Sanne. Onze Sanne. Dan komt onze Sanne langs. Nog heel bedankt. Ja. Ja. Hey. Nou, toppertje, fijne dag. Ja, van hetzelfde. Van hetzelfde. Fijne tot dag. Tot ziens. Kijk eens. Oei. We zijn er. Ah, Tessel, goedemiddag. We zijn er hoor. Hey. Potverdorie. Nou, eerlijk gezegd, geweldige vlucht. Vakantiegevoel. Helemaal on point. Het budget is wel echt ontzettend op. Ik zie een terras daar, dus altijd goed. Kom, let's go. Ik wist natuurlijk dat het budget dat het op was. Dus ik ben nog even de auto... Je hebt gestolen. De auto ouderwets ingedoken.
Kijk eens wat ik voor je heb, jongen. Voor het meest ultieme vakantiegevoel. Kijk, het is met een... dit kon natuurlijk niet ontbreken. En hoppa! Het is ook nog lekker warm. Oh, jij bent echt een... Echt ga nooit bij jou vakantie. Warm prosecco. Hoe zou het met die andere draken zijn? Ik verwacht... Slecht. Niet op Texel. Nee. Hallootjes. We hoeven ons verhaal niet eens meer te doen. Je ziet dit, het. Je ziet het, wij winnen. Vakantie. Vakantie. Ongelooflijk, jongens. Aan jullie de eer, jongens. Vertel maar. Vertel maar even. Ondertussen worden er nog 2 pornstar martinis hier ingeschonken. Nou, en de helft gaat over mijn voet heen. Dat is net jammer. Wat hebben wij nou gedaan? We hebben deze outfits geregeld. En de brilletje. Ja, ja. We hebben echt heel veel gezopen alsof je op vakantie bent. We hadden natuurlijk een hotelletje nodig. Die hebben niet gratis weten te regelen, helaas. Het kostte wel iets. Maar jij kan aankomende week krijg je een rondleiding door de Andas Suite. Alleen je moet nog even een beker kopen van 6 euro. En dan moet je zeggen, deze award is voor jullie. Maar dat is allemaal geregeld. Ja, ja. Oké. Okay. Nice. Slecht verhaal. Bizar. Nou ja, oké. Zullen wij maar even van wal steken dan? Ja. Wij hebben allereerst ongelooflijk ons best gedaan om een kleurtje te krijgen. Nou, dat is gelukt. Dat kun je zien. Daarna zijn we heel erg ons best gaan doen om het ultieme vakantiegevoel te... Kijk even achter ons waar we staan. Hey, zo. Wij zijn godverjong non de ju naar Texel gevlogen voor maar liefst 50 zo euro. Dan. Hoppa! We staan gewoon op Ibiza van Nederland. Het is tijd voor de eindbeoordeling. Dus ja, Sanne, zo. Laat ons niet langer in spanning. Maar in ieder geval, jongens, jullie outfits zijn on point. Dus daarvoor sowieso al punten. Erg leuk. Maar ja, een private jet vind ik toch ook wel heel aantrekkelijk klinken. Maar hoe realistisch is het dat ik ook voor 50 euro een private jet zou kunnen regelen? Ik weet niet. Dus ja, 3 sterren voor het private jet plan. Want ik vind het een goed plan. Maar ja, de outfits. Toch 4 sterren voor de outfits, jongens. Dus bij deze... Boom! 4 sterren! 4 sterren! Vallen. Ja, sorry. Jullie vallen weg. Sorry, Dat is een hele mooie rating. 4 sterren. Ja. Verdiend. Ja. Verdiend. Wel, nou, ik ben gewoon eerlijk, onverwachts. Ja. Kijk, je weet gewoon, die zijn weer zo'n souvenirwinkeltje in. Zeggen. Die zijn ze ingelopen en gewoon die mensen hebben al een half jaar geen omzet gedraaid. En dan toch weer voor niks zo'n hempie weg weten te trekken. Diep triest. Soms heb je gewoon even die twist nodig in een aflevering, waardoor de kijker op het verkeerde been wordt gezet. En dat is gebeurd. In ieder geval heel erg bedankt voor de 4 sterren, Sanne, bedankt voor het kijken. Hebben wij nog budget over, want dan kunnen we dat opzuipen. Ja, daar komt zeker nog een extra Porsche Martini. Ja. Ik baal wel echt van mijn schoen, ouwe. Dit is wel echt zonde.